De terugkeer van Akda en de Munnik naar het podium heeft een golf van enthousiasme veroorzaakt onder muziekliefhebbers. Het duo wist met hun reunieconcerten in de Ziggo Dome meerdere keren uit te verkopen en hun comeback avontuur lijkt nog lang niet voorbij. Recent waren ze nog te gast in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Eva Jinek, waar hun succesvolle hereniging uitgebreid besproken werd. Dit doet veel mensen denken aan een ander bekend Nederlands duo dat afscheid heeft genomen, Nick en Simon. Twee jaar geleden kondigden zij, Eveneens bij Eva Jinek, hun scheiding als muzikaal duo aan. Ondertussen is het ongeveer anderhalf jaar geleden dat Nick en Simon daadwerkelijk hun wegen scheiden. De vraag die veel fans bezighoudt, is of ook zij op een dag zullen terugkeren als duo. Zien we ze binnenkort wellicht ook samen in een talkshow zitten, net zoals Akta en de Munich? En belangrijker nog, zullen Nick en Simon ooit weer samen op het podium staan? De Telegraaf besloot deze prangende vraag voor te leggen aan Simon Keizer. Die samen met Nick jarenlang een van de populairste muzikale duo's van Nederland vormde. Simon, bekend als de baardloze helft van het duo, moest lachen toen hem gevraagd werd wanneer de fans een reunie van Nick en Simon konden verwachten. Hij vertelde: Haha, het is grappig dat mensen dat vragen. Toen ik onlangs bij een optreden van ACTA en de Munnik was in het Vondelpark, werd ik er ook al op aangesproken. Maar ik denk dan: Jongens, we zijn nog maar net uit elkaar. Voor Simon is het idee van een reunieconcert nog verre van realiteit. Hij geeft aan dat het voor hem nog veel te vroeg is om aan zo'n concert te denken. Dat zit totaal niet in mijn hoofd. Laten we eerst maar eens wennen aan deze nieuwe situatie, zegt hij. Het duo heeft duidelijk tijd nodig om hun eigen weg te vinden in hun afzonderlijke carrières. Wat betreft zijn huidige band met Nick, vertelde Simon dat het contact nog steeds goed is, hoewel ze elkaar soms weken of zelfs maanden niet spreken. Ik heb Nick vanochtend nog gesproken en vanavond zien we elkaar op een feestje van gezamenlijke vrienden, al dus Simon. Toch geeft hij aan dat het soms maanden kan duren voordat ze elkaar weer spreken, wat hij als heel normaal beschouwt. Simon uit bovendien zijn bewondering voor Nick's huidige solo-avonturen. Hij prijst zijn voormalige partner voor de manier waarop hij met onstuitbare ambitie zijn solo-carrière voortzet. Nick doet het fantastisch en hij krijgt terecht veel waardering voor zijn werk, zegt Simon respectvol. Kortom. Hoewel fans misschien hopen op een hereniging van Nick en Simon, lijkt het voorlopig niet in de kaarten te zitten. Beide artiesten focussen zich momenteel op hun individuele projecten, en het zal waarschijnlijk nog wel enige tijd duren voordat er überhaupt sprake kan zijn van een mogelijke reunie. Fans zullen dus nog even geduld moeten hebben.